En zorg ervoor dat je in alle houdingen ondersteunt met kussens of handdoeken waar dat nodig is. Je mag eerst even rustig gaan staan. Mag je schouders inademing voorop en uitademing achterlaag. Inademing voorop en uitademing achterlaag. Benen zijn van het slot af, dus een lichte knikkering. Adem in, voorop en uitademing achterlaag. Laat je handdoek trouwens maar eerst even leer. Leg hem maar eerst even neer. We gaan eerst even de voet losdraaien. Draai je voet maar rustig los. Buikspieren zijn wel actief, alsof je die broek weer aantrekt die net te klein is. Draai je voet de andere kant op. Als het goed is, lekker op je blote voet of op je sokken. Even contact maken. En wissel voet. Even losdraaien. Dan draai je de andere kant op. Dan kan je die vloer. Ja, dus dan wil je lekker achtergrondmuziekje, dan zet je muziekje op. Knieën lekker losdraaien. Ontspannen. Niet zozeer duwend, helemaal niet op je knieën. Lekker op je bovenbenen. Andere kant, rustig op. En breng hem recht omhoog. De heupen losdraaien. Voor, zij, achter, zij. Goed, echt die zijkant opduwen en draai de andere kant maar op. Prima. Dan blijf je hier even staan, voeten mag je wat smaller neerzetten. Dan mag je even het bek kantelen en voorover. Dus het is eigenlijk achterover is dit en dit is voorover. Achterover, voorover, je bekken kantelen. Alsof je bekkenrand een bak met water is, die je voorover leegkiept en weer rechtop zet. Alleen maar je bekkenkanteling. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En... Ja, ik zou zeggen, ik zie dat niet iedereen op mute staat. Dus ik ga dat even doen, zodat mijn beeld vast blijft staan. Schouders los. Inademing voorop, uitademing achterlaag. Hou rustig door met je schouders draaien. Zo, als het goed is, is nu iedereen weer het geluid uit. Kijk. Inademing voorop, uitademing achterlaag. Laatste keer. En laat die schouderbladen achter. Voeten mag je even kijken of je ze ietsje breder wil neerzetten. Als je wil, probeer alleen maar het bovenlichaam te draaien. Dus je heupen stil is alleen maar het bovenlichaam. Alsof er iets is waar je omheen draait. Voor en met je rug eromheen. Dus alleen maar bovenlichaam. 4. 3. 2. Draai de andere kant op. 4. 3, 2 en breng hem terug naar het midden. Voet weer iets smaller. Til je schouders maar op je hoofd op één zijde. Je oor op je rechterzijde. Laat je schouders vallen. En breng dan je rechterhand naar je linkeroor. Door de zwaartekracht blijft hij daar. Dus dan kan je iets meer stress voelen in de zijkant van je hoofd, van je nek. En dan mag je de linkerarm verder van je vandaan wegstrekken. Daar wegstrekken en dan naar beneden. Dus weg blijven duwen. En dan naar beneden brengen. Dan voel je extra stress daar in die zijkant. Dat je dat hele bindweefsel ook helemaal krachtig uitrekt. Rustig doorademen, belangrijk. En laat rustig je arm los en draai rustig je kin een klein beetje naar voren. Voel je wat meer naar de achterkant. Blijf nog steeds actief staan, buikspier actief, benen actief. En rustig draai je die kin omhoog. Dan voel je wat meer naar die voorkant. En rustig je kin weer naar voren toe. Laat je arm los. Eerst je schouders optellen. Hoofd in het midden. Schouders laten zakken. Inademing voorop. Uitademing achterlaag. Laatste keer. Inademing voorop. Uitademing achterlaag. Laatste weer daar. Til je schouders weer op. Je recht of je linkeroor op je linker schouder. Laat je schouders vallen. Rechterhand er rustig overheen. Dan strek je linkerarm eerst zijwaarts. Dus je rechterarm voor jullie. Ja, rechterarm ver weg.
En laat de darmen ver weg wegduwend naar beneden brengen. Niet laten zakken, maar echt duwen naar beneden. Dan voel je weer extra die stretch. De zijkant van je nek. Dat is ook een hele goede oefening als je veel achter het beeldscherm zit, veel kantoorwerk doet, veel vergadert. Pak je regelmatig deze houding even tussen. Duw je arm krachtig weg. Rustig doorademen. Laat rustig je arm los. En je kin een klein beetje naar beneden draaien. Gaat meer naar de achterkant. Schouders zijn ontspannen. En rustig breng je de kin omhoog. Mits dat oké voelt. Neem je kin weer rustig naar voren. Laat je arm rustig los. Til je schouders op. Hoofd in het midden. Schouders laag. Inademing voorop en uitademing achterlaag. Inademing voorop en uitademing achterlaag. En laat ze maar daar. Prima. Maak je rustig de roll down. Wervel voor wervel. Rol je even naar beneden af. En dan mag je hier eventjes blijven. Laat die schouders maar ontspannen. Grote teen, klein teen, heel goed op de vloer. En buig dan maar je benen. Zet je vingertop of je handen, waar jij de ruimte hebt, maar op de vloer. En steun goed op je voorvoet. Hielen blijven ook op de vloer, maar ook op je voorvoet. En duw je heupen maar in de lucht. En dat is prima als die benen gewoon gebogen blijven. Waarom? Dat maakt niet uit, want je voelt toch die stretch daar. En buig hem weer rustig. Strek hem weer uit. En weer rustig buigen. Dus voor jezelf in je eigen tempo. Strek hem uit, inademing. Uitademing, buig. Inademing, strek uit. Uitademing, rustig. Laatste keer, strek uit. Dan mag je rustig een klein beetje oprollen. Laat dan, strek je benen zoveel mogelijk uit. Je heupen naar boven, laat je armen maar hangen. En dan mag je je eigen ellebogen even vastpakken. Laat ze hangen, dus pak je eigen ellebogen vast. En op deze manier haal je bij de inademing ruimte in die schouderbladen. Dus probeer maar bij je inademing aandacht bij je schouderbladen. En voel je dat die schouderbladen uitzetten. Ruimte komt en uitademing laat je het los. Maar laat ze wel hangen. Inademing, maak ruimte. Uitademing, los. Dus laat je armen brand maar lekker hangen. Je kin een klein beetje, je kin blijft lekker bij je borst. Je hangt ook, je hoofd hangt ook en je duwt je heupen in de lucht. Meer omhoog, lekker laten hangen, die armen. Rustig doorademen. En blijf dan in die houding doorademen. Of kijk ervoor of je je handen in elkaar vouwt en in je nek even brengt. Het kan wel intens zijn voor je nek. Als je nog net wakker bent, wellicht kan het wel intens zijn. Dus ontspan. Dus kijk wat oké voelt. Voor je hoofd, voor je nek. En blijf je heupbotten in recht omhoog wegduwen in de lucht. Adem 4. Adem 3. Adem 2. Rustig, als je al bij je handdoek was, pak je de handdoek op. En anders maak je eerst de roll up. Loop je even naar je handdoek toe en maak je dan de roll down om je handdoek op te pakken in de beweging omhoog. Yes. Kijk waar de ruimte is. Hè? Draai je schouders even om en om los. Spring hem maar eerst eventjes omhoog. En kijk maar of je hem eventjes zijwaarts kunt brengen. Alleen maar zijwaarts op deze manier. Kijk maar of die wat meer naar achteren kan. Dus daarheen, daar zijwaarts. En houd hem recht omhoog. Breng hem naar achteren toe. Schouderbladen naar elkaar toe. Buikspieren blijven actief en naar voren toe. Breng hem maar naar achter. Schouderbladen naar elkaar toe. En breng hem maar naar voren. Maak je maar bol. Schouders laag. Strek je uit, breng hem maar naar achteren toe.
En maak hem weer opnieuw bol, schouders laag. Breng hem recht, houd hem hier. En kijk of hier, misschien moet je wat meer breder pakken of niet, of je hem zijwaarts. Dus elke keer één arm, hetzelfde arm, die naar beneden gaat. En als eerst omhoog gaat, want zo meteen wisselen we. Dus draai aan je arm, mag je best buigen. Je mag hem gestrekt houden. Dus hij gaat eerst nog om en om. Naar achteren toe, andere arm volgt. Dus nog niet allebei tegelijk. Kijk maar waar die ruimte is. En hoe breder je de arm pakt, hoe meer ruimte je creëert, dus hoe makkelijker het wordt. Dus wordt het weer wat zwaarder maken of wat zwaarder. Wat heb je meer ruimte dat je weer... kom er lekker uit. Dan merk je dat je makkelijk gaat en dan pak je ze wat smaller vast. Laatste keer en dan wissel je. Dus dan gaat de andere arm als eerste naar beneden. Je hebt meestal een voorkeurskant. En kijk maar of daar net zoveel ruimte zit in die schouders. Rustig. Door. Laatste vier. Misschien merk je wel dat je hier nu je armen veel beter kunt uitstrekken. Allebei zelfs. Het kan zijn omdat je nu wat meer ruimte gecreëerd hebt. Het kan ook zijn dat de ene zijde gewoon wat meer ruimte geeft dan de andere. En hoe meer ruimte je ook hebt, hoe meer flexibiliteit in je spieren, hoe meer kracht je ook kunt genereren. Die spieren zijn langer, actiever. Dus juist ook als je krachttraining doet, heel belangrijk om die flexibiliteit open te trainen. Houd hem daar en kijk of het doorgaat in de beweging die we net hebben gedaan. Of dat je hem... met twee armen recht naar achter. Kijk, en als we dat net zouden doen in het begin, dan zou je daar waarschijnlijk niet komen. Maar nu heb je al die ruimte gecreëerd. Kijk maar of je ze tegelijkertijd rustig, gecontroleerd naar achteren kunt brengen. Buik actief. En ook weer gecontroleerd terug. Laatste vier. Breng hem maar meer naar voren. Laatste drie. Laatste twee. Je kunt het ook altijd met een bezem stil doen. Hè? Die geeft niet zo heel veel mee. Een hele mooie. Laatste. En breng hem hier. Dan mag je hem eventjes hier brengen. Kijk, als je een bezem stil hebt, is dat helemaal mooi. Benen iets spreiden en we gaan even roteren. En strek je armen maar mooi uit. Roteren. En kijk of je je bekken recht naar voren kunt houden. Dat je bekken dus niet meedraait, maar alleen maar je bovenlichaam. En strek je armen mooi uit. Maak ze maar lang. Krachtig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig terug. Mag je die eventjes neerleggen? Mag je even op één been komen staan? En kijk maar of je je been naar buiten kunt draaien en weer terug. Dus opzij. En terug. Misschien dat je wat begeleidt. Schouders laag. Lekker recht naar voren. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Als je op zachte matje staat, heb je nog een extra balans die je traint. 4. 3, blijf actief. 2. En wissel. Je hebt ook wat de voorkeurskant. Dus kijk wat gaat. Misschien dat je wel even de muur vastpakt. Zijwaarts en weer terug. Als je iets goed gecontroleerd, breng hem opzij. En terug. Opzij. En weer terug. Opzij. En weer terug. Voor 4. Voor 3. Voor 2. 1. En breng hem rustig terug. En draai hem daar maar om en om naar buiten. Dus til hem op en draai hem maar naar buiten. 4. 3. 2. En de laatste. Mag je de benen spreiden? Tenen recht naar voren. Spreid ze maar lekker hoor. Dat is prima, want we gaan naar de vloer toe. Je tenen recht naar voren, hielen recht naar achter. Rol je rustig ook weer vanuit die bolle rug naar voren toe. Handen op de vloer, dus kijk maar waar jij je handen, je voeten kan neerzetten. Hoe breed je ze moet neerzetten om je handen op de vloer te kunnen laten komen. Steun op je groot en klein teen, heel goed. Heupen in de lucht.
En dan gaan we daar eventjes uitstrekken. Duw je hielen zijwaarts in de vloer en wissel je. Dus je kijkt of je steeds verder je hand neer kunt zetten, je andere arm omhoog. En kijk je arm omhoog maar na. Draai je maar in. Roteer. Schouderbladenpuntjes naar elkaar toe. Laatste vier. Blijf op je voorvoet staan. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. Dan ben je rustig hier. Draai je de handen om. En kijk maar of je met je handen ietsje verder naar achteren kunt lopen. En je blijft je hielen in de vloer wegduwen zonder dat je ze verplaatst. Dus je duwt je hielen weg zonder dat je ze verplaatst. Dan voel je ook gelijk de extra activatie. En kijk maar waar de ruimte is naar achteren lopen. Schouders laag. Blijf op je voorvoeten. Adem 4. Adem 3. 2. En loop rustig met je handen terug. En loop dan met je voeten wat naar elkaar toe. En draai dan maar naar de zijkant. Zodat je op je knieën kunt komen. En vanuit je knieën mag je jezelf naar achteren duwen. In de down dog. Dus je duwt je heupen door naar achter. Doe je schouders weg van je handen. Doe je heupen schuin achter in de lucht. En je benen buigen is prima. Hè? Want ook hier krijg je verlenging in die hamstrings. De achterkant benen. Onderrug, duw jezelf maar weg. Schouders weg, elleboog een beetje naar binnen. En je rechtervoet, die breng je aan de buitenkant van je rechterhand. Dus vanuit die duimdop breng je je rechtervoet naast je rechterhand. Of zover mogelijk. Je kunt hem altijd vastpakken en hem begeleiden naar voren. Breng hem dan rustig terug en dan wissel je. Dus je zet je hand aan de buitenrand. Uit de kant van je hand. En breng hem weer door naar achter je heupen in de lucht. Kijk weer naar voren. In jouw eigen tempo. Openen van die heupen. Breng hem weer door naar achter. In jouw eigen tempo. Dan zet je hem daar rustig neer. Aan de buitenrand van je hand. En kijk of je daarbij ook je borst wat kunt liften. Dus als je hem daar neer hebt gezet. Aan de buitenrand van je hand. Lift je borst maar even. Dus dan gaat je bek iets naar beneden. Lift je borst maar even. Verleng jezelf maar. En dan breng hem weer door naar achter. Ga door met deze houding. Maar zeg, ik heb die ruimte. Dan mag je hem nu ook aan de binnenrand van je hand zetten. Kijk maar of je de ruimte hebt. Prima als je aan de buitenrand blijft staan. Hè? Dat is helemaal oké. Maar heb je de ruimte, dan mag je hem ook aan de binnenrand. Binnenkant van je hand zetten. Laatste vier. Laten we hem even actief doen. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. En breng hem terug. Mag je plat op je buik komen? Gaan we daar straks weer mee verder. Mag je de armen wat spreiden? En je kin op de vloer of je wang op de vloer is oké. Okay. Buig je één been en draai je maar wat open en over je andere been een klein stukje. En breng hem dan terug. En dan wissel je. Schorpioen. Kleine stukjes voor de onderrug. Borst blijft op de vloer. Dus je duwt je handen krachtig in de vloer. Dus je gaat niet te ver doordraaien. Dus je gaat kleine stukjes. Buigt het been. Je draait kleine stukjes eroverheen. Andere been in de vloer. De onderrug. Laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. En nu mag je de rechterarm laten liggen. Je handpalm is op de vloer. In lijn met je schouder, met je rechterschouder. Je linkerhand zet je even op de vloer gebogen. Je rechterbeen blijft gestrekt en je linkerbeen... Je draait naar achteren toe. Je linkerbeen zet je gebogen op de vloer. En je draait hem dus eigenlijk hier open.
schouders. En speel een beetje met je arm waar je hem plaatst. In je andere arm. Hè? Dus je draait hier open de borst. En begeleid jezelf. Want tot hoe ver ga je? Ga niet over die grens heen. Ja, dus mijn arm ligt hier eerst. Ik duw mezelf overheen. Ik buig mijn linkerbeen. En ik kan eventueel deze arm ook nog uitstrekken. Maar het is prima als ik hem hier stabilisatie hou. Op het moment dat je het daar loslaat, dus niet die spieren op spanning zetten dat je hem tegen moet houden, maar juist loslaat en daarna toe gaat ademen, dan merk je dat daar ook ontspanning komt, release, en dat je daar dus ruimte creëert. Laatste vier. Laatste drie. Voor twee. Breng hem rustig terug. En diezelfde arm, die buig je nu voor je. Dus onder je heen, onder je dorp. En ga je dan rustig, andere hand voor. Dus jezelfde rechterhand die we net opzij hadden gedaan, die brengen we nu voor ons. Onder ons eigenlijk. Andere arm eroverheen en breng hem dan rustig door naar voren toe. Ontspan ook die billen, de benen. Dan breng jezelf rustig omhoog. Arm weer onder je vandaan. Dan mag je de linkerarm opzij uitstrekken. Dat is nooit voorbij je schouderlijn, maar altijd in lijn met je schouders. Of misschien iets later. Handpalm op de vloer. Rechterhand op de vloer. Je linkerbeen buig je over je rechterbeen. Of je rechterbeen buig je over je linkerbeen. Zet je gebogen neer. En hier open je hem naar de andere zijde. Dus ook hier voor de andere zijde. Het openen van dit gedeelte. En je rechterbeen is gebogen, die staat gebogen op de vloer. Dus achter je gestrekte been. Ja, Marleen, kan je je rechterknie nog meer omhoog draaien naar het plafond? En je voet op de vloer zetten. Je rechtervoet op de vloer. Je rechtervoet op de vloer. Zet niet je rechtervoet. Ja, toch? Als je de linkerarm achter hebt, linkerbeen gestrekt, rechterbeen is niet in de lucht, hè, maar je rechtervoet zet je op de vloer en de knie omhoog. Want dan kan je heupen open draaien. En dan heb je dus tevens die twist in je rug. Juist. Adem 4. Angelique, ik zie jou niet meer, hè? 3. Bram zie ik ook niet. 2. En breng hem rustig, gecontroleerd terug. En dan mag je die linkerarm onder je lichaam doorschuiven. Je rechterarm naar voren uitstrekken. En ook daar ontspannen naar voren gaan liggen. Rustig doorademen. En juist proberen los te laten die spieren. Dus niet gaan aanspannen om in die houding te blijven. Want dan blijft die spier op spanning. We willen hem even helemaal stretchen nu, loslaten. En breng hem rustig. Duw jezelf omhoog. Breng jezelf. Mag je de elleboog onder de schouder en de handpalm op de vloer. Buikspieren wel activeren. Bekken wat naar beneden. En duw jezelf uit die vloer. Uit de vloer met de ellebogen. Lift maar op. En kijk maar of je je kin een klein beetje omhoog kan brengen. Goed die buik actief. Onder je navel activeren. En verleng jezelf. Vaak zijn we bang, hè, de rug, om de rug te voelen. We willen de buikspieren altijd voelen met stretch of met trainen. En die rug, dan zijn we vaak bang. Oh jee, maar juist belangrijk ook om die rug aandacht te geven. Maar doe dat wel vanuit de activatie, bewust activeren. Dus je bekkenboomspieren aanspannen, je rits aantrekken.
je scoop maken. Deel jezelf goed uit de vloer. Dan voel je dus dat die tussenwerpschijven ruimte krijgen, uit elkaar worden getrokken en bescherming geeft in je rug. En voor nu blijf je, we gaan je nu uitduwen. Nu ga je jezelf tussen je schouderbladen laten zakken. Dus je armen blijven in dezelfde positie, maar je gaat in je ellebogen onder je schouder en je gaat jezelf nu tussen je schouderbladen laten zakken. Dus veel dieper naar de vloer. Probeer heel bewust die onderrug los te laten. Activeren, duw jezelf rustig omhoog. Duw je heupen even door naar achteren in child pose. Je armen blijven actief, dus je handen op de vloer, je ellebogen van de vloer af en je duwt je heupen naar achteren. Dan kun je altijd een kussen tussen je billen en je hakken plaatsen. Duw je maar naar achter, krachtig. En je ellebogen op de vloer, of je ellebogen van de vloer aan en je handen op de vloer. Duw ze maar weg. Trek je schouders ook maar weg van je oren. Breng jezelf omhoog, handen onder je schouderlijn, maak je even kutposities. Maak je rug maar bol, dan maak je rug weer licht hol. Wat oké voelt, hè? Ga dan nooit erheen, maak je rug bol. En de ellebogen blijft wel naar binnen, lok, dus actief. Dus niet gaan hangen in je schouders, je blijft jezelf uitduwen. Maak je rustig bol. En ook weer hol. Laatste twee. En breng hem weer recht. Mag je de rechterarm onder je linkerarm doorbrengen? Rechterarm onder je linkerarm door. En je rechteroor, rechter schouder op de vloer. En je heupen recht boven je knieën. En op die manier rijk je ver weg. Mag je de linkerarm omhoog uitstrekken en achter je rug plaatsen? Twist in je rug. Ook nog in je schouders. Flexibiliteit. Hier adem je weer rustig door. Kijk of je de heupen recht boven je knie houdt, hè, zodat je eigenlijk geen spanning in je benen hoeft te hebben, je bovenbenen. Dus je knieën recht boven de heup, want daardoor stapel je. En kun je daar mooi die stretch op zoeken. Heel mooi. En rustig door, kom je langzaam weer uit de houding. En voor de andere zijde. Rustig de andere arm onder je gebogen arm neerzetten. Ver wegreiken, heupen boven je knieën houden. Je oor in je schouder op de vloer. En je andere arm naar boven toe. En echt al laten vallen over je rug naar de andere kant. Adem je rustig door als je langzaam weer jezelf opwindt. En je rechtervoet naar voren zet. Knie boven je enkel. Achterste knie is op de vloer. Maak je eerst lang. Activatie onder je navel, dus activeer die buikspieren. Strek je goed uit, voorste knie boven je enkel. En duw je heupen maar wat naar voren toe. En dan voel je die bovenbenen liep zoals je heup buigen. Actief.
aan de andere arm omhoog brengen. Ademing, verleng. En uitademing, rijk hem over. Inademing, verleng. Uitademing, rijk hem over. Maar blijf je bekken naar voren duwen. Ademing, verleng. Uitademing, rijk over. Houd hem even vast. Duw je bekken goed naar voren. Die bovenbenen. Breng hem terug. Zet hem gekruist. Eigenlijk kruist je je been voor. Andere arm achter. Adem in. Maak lange roteerbaar. Duw je knie tegen je hand aan. En druk je hand tegen je knie aan. Dus je maakt de tegenwerking tegen elkaar. Draai hem maar door. Breng hem rustig terug. En breng je lichaamsgewicht door naar achter. En je hiel omhoog voor die hamstring stretch. Schouders laag, borst op. Dus adem in, maak het lang en breng je neus richting schenen. Breng hem rustig terug, dat voorste been buig je. En je andere been buig je ook op de vloer. Dus adem in, maak lang en rijk maar door naar voren. Zo ver mogelijk, schouders laag. Ellebogen mogen best op de vloer, als je dat prettig vindt. Of als je een andere ondersteuning pakt. Maar verleng wel vanuit je onderrug eventjes en dan rustig laten vallen. Heel spier, een stukje onderrug wellicht. Duw jezelf omhoog. Zelf, je blijft in dezelfde positie zitten. Misschien dat je dat been in plaats van knie meer naar voren ietsje opzij brengt. Dus dat je hem ietsje in deze lijn brengt. Je andere knie blijft nog steeds hier gebogen. En die gaan we liften. De voet blijft op de vloer. En we gaan die heup hier openen. Lift, terug. Je heupmobiliteit daar, schouderbladen langs. Kleine stukjes daar. Deze knie gaat van de vloer af. En verleng jezelf en maak je lang. Kleine stukjes. Die wil meevoelt, klopt hè. Kleine stukjes door. Tien. Dus lift die andere knie, kleine stukjes meer. Om iets meer in het midden zitten. 9. Juist, prima. 8. Bram ook strek je uit hè. 7. 6. 5. Dus kijk maar hoeveel je ruimte hebt, hoeveel ruimte je hebt om het been op te tillen. Weet je wat, doe nog 10. 10. Rustig aan, gecontroleerd. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En rustig door. Mag je datzelfde been wat we voor hadden, mag je uitstrekken naar achter. Naar voren heet dat. Achter wordt moeilijk. Naar voren. En het andere been mag je wat meer opzij brengen. Dus dat je eigenlijk in een soort L'tje komt te liggen. Onderbeen kun je mee spelen waar je ligt. En kijk of je billen op de vloer houdt. Of je wat verder door naar achteren kunt gaan. Buik actief houden. Dus stretch ook in je bovenbeen. Kijk of je hier blijft. Dat je wat verder doorgaat. Of dat je op je elleboog komt steunen. Rustig doorademen. Adem 4. 3. 2. En dan jezelf rustig omhoog. Maar ook dat been naar voren toe. Adem in, maak je lang. En uitademing via de zijkant van je been naar de zijkant van je voeten.
schouders laag. En laat je dan maar rustig hangen. Achterkant van je bovenbenen. Misschien een stukje kuiten voor sommige mensen als ze de hielen wegduwen. Maar ook een stukje onderrug. En laat je hoofd, misschien ook nek, laat je hoofd maar even rustig hangen. Helemaal niets moeten. Kijk of je de hielen wat verder van je vandaan kunt duwen. Je tenen wat meer naar je toe, hielen van je vandaan. Dan voel je wat meer stretch zo komen. Laat dan die benen helemaal los. Laat je voeten maar vallen waar ze heen willen. Laat je rug, je benen, je armen, je hoofd even helemaal los. Even volledig geen aanspanning gebruiken. En dan weer naar die andere laag toe. Rustig op 4 en 3, 2 en rol je rustig terug. Mag je twee benen opzij brengen, zodat je op die manier jezelf makkelijk op je knieën kunt brengen. Voor de andere zij, dus we gaan het linkerbeen, als het goed is je linkerbeen, voor de andere zij dus dat je net hebt gedaan, je voet naar voren zetten. Knie boven je enkel, achter je knie beneden, adem in, verleng jezelf, goed actief en duw je bekken maar wat naar voren toe. En dan pak je die hielen op zoals je heupbuiging en je bovenbeen, schouders laag. Duw dat bekken maar mooi naar voren. Je andere arm uitstrekken. Adem in, schouders laag en uitademing rijk over. Inademing weer lengte. En uitademing weer over. Inademing weer op, schouders laag. Uitademing rijk over. Inademing weer op. Uitademing rijk over. En blijf hem daar maar weer vasthouden. Hou hem daar maar actief. Duw je bekken nog steeds naar voren. Portsknie boven je enkel, tenen recht naar voren. En je schouders mooi laag. Rijd je arm naar voren toe, pak hem bij gekruist bij je andere knie vast, je andere arm uitstek naar achter. Lift jezelf op en maak dan maar de rotatie. Breng hem rustig terug. Breng je lichaamsgewicht door naar achter. En je teen omhoog van het gestrekte been voor de hamstring. Breng je lichaamsgewicht, je neus richting scheef. Niet naar je knie toe, maar verlengen en dan pas naar voren toe. Dan pak je die goede stretch en dan heb je ook een verlenging in je rug. Rustig terug. Mag je dat voorste been buigen? En adem in, verlengen. Breng je andere benen zo gebogen. Breng je lichaamsgewicht door naar voren. Over dat been heen, over die bilspier. Voel die stress daar maar in. Op hier schouders los. Daar hoeven we nu geen aandacht aan te besteden qua kracht. Qua spanning, dus geen stress daar, dus ook daar ontspanning. Want het enige wat je kunt doen is jezelf verlengen, inademing, verlengen, je uitademing, jezelf misschien ietsje verder door naar voren brengen. Zo
je nog wat intenser pakt. Op een gegeven moment is een spier of een bindweefsel. Wordt wat langer, omdat het uit elkaar wordt getrokken. Dat is een elastiekje. Dan krijg je echt ook meer ruimte, meer flexibiliteit. Waardoor je dus ook weer verder kunt. Dus duw jezelf niet in die houding. Maar kijk elke keer weer pas de houding aan als je merkt dat er ruimte komt. Zodat je nog meer even wat verder kunt opzoeken. Dan weer rustig door als je jezelf weer optilt. Dat been ietsje weer onderbeen naar voren brengen. Je achterste benen of je andere been gaan we weer liften. Blijf weer in het midden. En lift dan die andere knie en mobiliteit. En kijk weer, het kan zijn dat je de ene zijde veel meer ruimte hebt dan de andere zijde. Dus niet zijwaarts, hè? Blijf in het midden. En liften maar kleine stukjes, prima. Dus je heupen, mobiliteit in je heupen, bekken. Rustig door. Strek je rug ook uit, maak je lang. Maak je lang en Marleen ook, strek je uit. Juist. Vaak hebben we de neiging om wat in te gaan zakken, je gedachten die ergens anders heen gaan. Heel bewust. Alla, je linkerschouder mag je wat meer naar voren draaien. Juist, top. 10. Bram ook eens, strek je uit. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1 en rustig. Mag je het voorste been uitstrekken? Het achterste been wat meer opzij brengen. Onderbeen kun je mee spelen waar je hem plaatst. Misschien een kussentje onder je knie. Adem in en maak je lang. En kijk maar waar je naar achteren kunt. Zodat je die stretch voelt op je boven. En misschien ook een stukje lease nog ellipsoas, je heupbuig. En kijk maar waar die ruimte is. Omdat je de ellebogen op de vloer plaatst. En knie naar de grond blijft. Hè? De knie blijft op de vloer. Rustig door. Als je hem rustig weer omhoog brengt. Naar voren brengt. En je benen hier wat spreidt. Op het moment dat we nu je tenen actief omhoog. Je hielen van je vandaan en naar voren gaan. Nou voel je wat licht in die binnenkant van je bovenbeen. Maar wat we eigenlijk willen is we willen nog wat meer richting hoger. Dus we duwen onszelf op en schuiven wat verder door naar voren toe. Dan kom je goed op die zitbordjes te zitten. En dan merk je al dat je minder ver naar voren kan. Hè? Dat die spanning er al gelijk meer opzet. Schouders laag en kijk maar of je naar voren kunt. Spannen schouders. Misschien iets onder je boek, onder je ellebogen plaatsen, dat je daarop kunt steunen. Misschien je handen onder je hoofd vouwen. Kijk waar de ruimte is, maar verleng jezelf en dan naar voren. Span je schouders, laat die helemaal los. Duw je hielen maar van je vandaan.
je hem rustig terug. Duw jezelf omhoog. Laat je één arm aan de binnenkant van je been. Andere arm strek je uit en reik hem over. Kijk maar onder je arm ook door. Zijstrets. Lichaam, je taille schouders ontspannen. Maar probeer wel lengte te maken. Dus niet laag in te zakken, maar merk eerst lengte en dan pas er overheen. Dan voel je dat je die zijstrets maakt. Inademing, maak lang en wissel. Inademing, weer opnieuw lengte. Dus eerst die lengte en dan pas er overheen. En kijk maar onder je arm door. Maak allebei de zijden lang. Goed lang maken en strek je uit. Breng hem rustig terug. Mag je benen kruisen, kleermaker zit. Handen achter je billen plaatsen. Adem in, maak je lang. Borst op. Dus niet je borst zozeer naar voren, maar je borst lift. En uitademing maak je bol. Er komt iets naar je navel toe waarvoor je weg wil werken. Adem in, maak je maar weer lang, strek je uit. En uitademing maak je weer bol. Inademing, strek je uit. Dan mag je daar blijven. En dan mogen we rustig op onze rug komen liggen. Strek je één been naar boven uit. Pak hem onder of boven je knieholte vast, wat voor jou oké voelt. Kijk hem zo ver mogelijk uit, schouders ontspannen in de vloer. Ja, voor de mensen die normaal gesproken pilates doen, je mag nu je handen wel in elkaar vouwen. Want dan kun je hem wat goed tegenhouden. Point en flex je voeten. Dus pointen en flexen. Pak je ook weer de achterkanten van je bovenbeen, je hamstrings. Voor sommigen ook de kuit en voor sommigen ook de schenenbeen. Dus pointen, flexen, pointen, flexen. Rustig door. Houd hem gepoint maar stil, schouders ontspannen. Gepoint, stil. Voel je misschien ook wat heel die schenen, ook die voorkant voet wreven. Vaak de hele dag ook in schoenen. Heel belangrijk om die ook lekker te stretchen. Dan trek je teen maar naar je knie toe. En duw je hiel van je vandaan. En duw je krachtig weg van die achterkant bovenbeen. En ook even een stukje kuiten. Nogmaals pointen, flexen, pointen. En flexen. Mag je de rechter enkel op je linker bovenbeen plaatsen. Rechter knie opzij. Linkerbeen trek je naar je toe. En je pakt de rechter in de knieholte vast. En laat je hoofd er ontspannen liggen. Je linkervoet blijft in de lijn met je knie. Dus een hoek van 90 graden. En trek hem maar naar je toe. En duw je rechter knie wat opzij. Door. En langzaam je handen loslaat, je voet terugplaatst. Je voet op de vloer plaatst en je wisselt van been. Je andere been, pak hem weer onder of boven je knieholte vast. En eerst even alleen maar pointen en flexen. Ontspannen schouders en pointen en flexen. Pointen, flexen. Houd hem gepoint stil, trek hem maar goed weg. Je schenen, wreven. Trek je
tenen naar je knieën toe. Duw je hielen van je vandaan. Hielen, je hiel. Achterkant bovenbeen, je kuit. Hier rustig buigen. Plaats je linker enkel op je rechter bovenbeen. Pak je rechter knie op te vaststrekken naar je toe. Linker knie opzij. En je rechterbeen ook niet 90 graden positie houden. En het liefst dan nog je teen naar je knie toe trekken. Linker knie opzij. Schouders ontspannen. Je hoofd ook ontspannen. Rustig. Laat je het los. Zet je hem neer. Zet je de voeten naast elkaar neer. En kijk even hoe intens het hier is. Want dat je hier met kussens werkt. En laat je de knieën rustig naar buiten vallen. Dus hier wil je echt niet de spierspanning aan moeten. De spieren moeten aanspannen. Omdat die anders te intens is. Dat je hem dus moet vasthouden in die beweging. Je wil hem echt helemaal los laten hangen. Dus als je daar anders een paar boeken of kussens. Of ja, huisdier wat je daar hebt. Dat lekker wel ontspannen eronder legt. En een stukje ondersteuning hebt. Wil je nog meer je borst erbij openen, dan kun je de armen naar achteren uitstrekken. Of je handen in een bedje op elkaar brengen. En onder je hoofd plaatsen. En de ellebogen daar op de vloer ontspannen. En dan kun je ze eventueel ook nog meer je handen meer richting schouderbladen plaatsen. En op die manier ze opzij laten vallen voor open, ook voor je borst. Schouders. Vier. Rustig. Drie. Voor twee. En rustig. Breng je de handen aan de buitenkant van je benen. Begeleid je ze naar elkaar toe. Misschien dat je ze even wil losschudden nog. Gaan we naar de laatste houding. De twist nog in je rug. Je mag je benen buigen en dan heb je twee opties. Of je laat de knieën samen naar rechts vallen. Met je armen gespreid. Die zijn sowieso gespreid. En je knieën naar rechts. Misschien ondersteuning met een kussen of iets onder je benen of tussen je benen. Je kunt hem ook intenser maken door je linkerbeen over je rechterbeen heen te buigen. En dan je knieën naar rechts laten vallen. Dan pak je nog iets meer in je bil en in je onderrug mee. Je kunt ook een deken of een kussen onder je rug plaatsen als ondersteuning. En ook daar laat je het even helemaal los. Schouders ontspannen. Rustig door als je rustig de benen terugbrengt naar het midden toe. En dan je knieën naar de andere kant laat gaan. Of dus eerst wisselt als je dat aan de orde had met je benen. En dan rustig opzij. En het kan zijn dat de ene kant beter aanvoelt dan de andere kant. Heel anders. Luister altijd naar je lichaam. Hè. De ene kant kan misschien meer openen, meer ruimte. De andere kant heeft misschien wat meer aandacht nog nodig. Dus niet forceren omdat je de ene kant zo hebt gedaan. Kijk altijd weer elke zijde, elke tijdstip. Het is ook anders, hè? 's Ochtends, 's avonds, overdag. Het is allemaal anders aanvoelen.
Ook als je deze les bijvoorbeeld een paar keer doet. Misschien twee keer in de week of misschien elke week een keer. Zul je ook merken dat er steeds meer ruimte en flexibiliteit komt. Mobiliteit. En zo zijn er nog heel veel oefeningen en houdingen die we kunnen doen. En dan rustig door en breng rustig weer je knieën naar het midden toe. Steek je benen over de vloer uit. Dan ga je... Heb je deze les nu gedaan voordat je gaat slapen, dan zou ik zeggen blijf lekker rustig liggen. Dan ga je de dag nog beginnen en je wil nog even actief, dan mag je de armen uitstrekken. En dan gaan we even om en om op deze manier wegstrekken. Van elkaar vandaan. Armen en benen over die vloer wegstrekken. Activeren. Ga je rustig mee door. Voor 4. Voor 3. Laatste 2. En rustig. Draai op je rechterzijde. En via de rechterzijde duw jezelf tot zit. Maak je lang, ook hier strek je lang uit. Mag je duim omhoog brengen. Je duim aan je armen wat naar achteren brengen. Draai je duimen naar beneden. Breng ze nog wat verder door naar achter. Schouderbladen naar elkaar toe. En maak je even bol. Duw jezelf weg. Omhels maar die mooie teddybeer. Brede teddybeer. Omhels maar. Schouders blijven wel laag. Adem in. Maak je lang. Uitademing. Maak je weer bol. En adem in. Maak je lang. Draai je schouders lekker los. En ik hoop dat we weer lekker fit en fris de dag in kunnen gaan. Dank jullie wel. Geniet van een mooie dag. En tot de volgende keer. En zoomers, ik kom weer bij jullie.